Hoi, leuk dat je kijkt. Dit is een video voor de beginnende of lichtgevorderde speler. Ik speel op Funbridge, maar ik heb het systeem nu zo ingesteld dat er geen gekke conventies langskomen of afspraken of dingen. Het is gewoon een standaard vijfkaart hoog systeem met ekkel. Dus laten we van start gaan en ik zal zoveel mogelijk benoemen. Er wordt één schoppen geopend. Ja. Meteen interessant en leuk. Ik heb 12 punten. Dus er zijn eigenlijk meteen twee opties. Ik kan een volgbod doen of een informatiedoublet geven. Nu is het zo dat een informatiedoublet eigenlijk zegt: partner, alle kleuren zijn oké. Okay. Dus met een doublet zou je eigenlijk zeggen: partner, ik ben kort in schoppen en ik heb alle andere kleuren, maar we missen klaver. Dus vandaar dat ik nu kies voor twee ruiten. Twee ruiten is gewoon een volgbod. En dat kan nog steeds een vierkwart harten bevatten. Doublet bij de tegenstander is een negatief doublet. Die betekent ik heb een vierkant harten. Nou, ik heb nu één keer mijn kleur genoemd. Er is geen enkele reden om nu nog een keer te bieden. Dus ik pas nu rustig. Nou, drie schoppen. Het inviterende hand. Dus die heeft 10 of 11 punten. En Oost maakt het af. Ze spelen de manche in schoppen. De vier schoppen, ze moeten 10 slagen maken en ik mag gaan starten. Even kijken, je had wel een beetje een beeld ervoor van de kaart. Nou, in de dummy zal wel iets komen van een vierkaart harten. Twee schoppetjes of zo, misschien drie. Een puntje of 10. De openaar heeft een puntje of 14 met een zeskaart schoppen. Nou ja, we starten hier. Het is de hoogste van de serie. Kleintje beloofd plaatje op top van niks. En de hoogste van de serie is natuurlijk lekkerst als ik hier de koning kan starten. En ze moeten het aanspakken. Zijn daarna mijn vrouw en mijn boer hoog. Tenminste, dat is het plan. Ja, je ziet op tafel zijn 11 punten. Aas, koning, vrouw, vrouw. En een driekaart schoppen. Dus het ziet er wel goed uit voor Oost. Nou, we hebben in ieder geval de ruiten hoog gespeeld. Mocht Oost nu nog ruiters hebben, dan maken we ze maar. Oost is nu een speelplan aan het maken. Hey. Vaak begin je in een troefcontract met troef trekken. Dus er zal wel een reden zijn waarom Oost nu eerst klaver speelt. Maar misschien gaan we het ontdekken. Hij speelt klaver aas, klaver na. Waarschijnlijk voor de koning van mijn partner. Dus ik denk dat hij een klavertje in wil gaan troffen. Maar ja, echt voorkomen kunnen we dat toch niet. Harten. Ja. Nou ja, derde man doet wat hij kan, dus ik ga hem lekker pakken. En ik ga eruit spelen. Die ruiten even incasseren. Partner kwam geen ruiten na. Ja, en dat zet mij wel aan het denken. Denk ik van misschien heeft hij wel geen ruiten meer. Hij heeft wel ruiten, oké. Okay. Ah, die wordt helaas afgetroffen. Dus. Die uitslag maken we niet. Klaver, die wil die afgetroffen. Nou ja, we kunnen dat verder niet voorkomen. Dus ik gooi gewoon een ruitje bij. Op 2 zal die wel spelen. Ja. Nou, toch maar trofje trekken. Gewoon bijlopen. Ja, ik zie ons eigenlijk niet zoveel slagen meer maken. Hard voor hen. Dan gaan we een ruitje weer doen. Klaver kan die nog troeven. Dan zal de leider hart de koning spelen, want die is hoog.
verwacht ik. Maar je weet het nooit. Nee, oké, ik mag niet meer raden. Ah, hij heeft geen verliezers meer. Ze hoeft niks meer weg te gooien. Nou, hij had zelf nog een hartje, dus het maakt niet zoveel uit. Die is voor ons nog. Voor mijn partner heeft hem lekker afgetroefd. Dus ik ben klaar om over te schoppen, maar dat lukt niet, hè. Schoppen 3 gaat niet boven schoppen 10. Dus ik moet hard de boer weggooien. En de laatste slag komt automatisch. Schoppen aas, kan niemand tegenop. Dus de leider heeft 4 schoppen gemaakt. Maar aan de andere tafel, ja, zie je hoe het gaat. Dat is wel meteen een mooi voorbeeld. Er is er 1 schoppen geopend. En er is doublet gezegd. Dat is heel vaak gebeurd. Ja, en nu komt er redoublet. En partner biedt 3 klaver. Die biedt dus in de kleur die je niet hebt. Dus vandaar dat het inderdaad een goede tip is om geen informatiedoublet te geven met dit soort handen, maar je 5 kaart te bieden. Het is meteen beloond. Mooi voorbeeld, daar al meteen. En we gaan verder met het volgende spel: 15 punten. Je zou zeggen, ik ga lekker een sans openen. Verdeel de hand, 4-4-4. Maar met een singleton mag je geen sans ertoe openen. Dus dan ga je gewoon terug naar de normale openingen. En van 4 kaarten, je biedt je zeg je langste kleur. We hebben 3 langste kleuren, 3-4 kaarten. Van 4 kaarten bied je de laagste. Dus we kopen met een klaver. Partner biedt 1 schoppen, ja. Interessant, want we hebben meteen een schoppenfit. Een fit heb je samen als je minimaal 8 kaarten van een kleur samen hebt, dan wil je dat troef maken. Partner heeft minimaal 4 schoppers en ik ook. Het is een forcing bot, dus vanaf 6 punten. En nu is de vraag een beetje, we gaan hem sowieso steunen met 2 schoppen of met 3 schoppen. Nou, 2 schoppen zou je doen met een minimale hand, met 12 tot 14 punten. En 3 schoppen doe je met net iets meer. En 4 schoppen doe je natuurlijk met, ja, als je 18 punten hebt. Maar we zitten er tussenin. Dus ja, ik durf je wel 3 schoppen. Ik heb natuurlijk wel een singleton ruiter koning. Dus die singleton is mooi, maar het is wel een koning. Ik zat wel een beetje op de wip, een beetje op de twijfelaar. Maar ik ben blij dat ik hier 4 schoppen zit. Want ach, partner heeft eigenlijk een prachtige kaart. Ja, even kijken hoor. Nou. De singleton wordt automatisch bijgespeeld door Arsene. Normaal gesproken doe je dat niet. Het is altijd tellen wat voor verliezers je hebt. Ik tel geen schoppenverliezers. Zal tellen vanuit de dummy, dus vanuit deze kaart. Vanuit de leider moet ik zeggen: geen schoppenverliezers. 1 hartenverliezer, dat doet aas. 1 klaververliezer. Ja, en wel nog een paar ruitenverliezers. Kijk, want deze ruiten is voor hen. Dus ik heb 1 harten, 1 klaver en nog 2 ruitenverliezers. En ik ben al een verliezer kwijt. Dus dat zijn 2 verliezers te veel. Die zou ik wel weg kunnen werken. Die zou ik misschien weg kunnen werken door ze in te troeven. Of om ze ergens op weg te gooien. Even nadenken hoor. Nou, kleine klaver. Ja. Daar heb ik natuurlijk gewoon altijd een kleintje op, hè. Ook ooit de koning gepakt. Nou ja, dat is dan jammer. Maar ja, dan zijn wel mijn klavers vrij. En nu kan er op klaver, in de lengte klaver, kan een ruitje of een hartje kan er weg. Het ziet alweer rooskleuriger uit. Ja, harten. Ja. Zal ik nog een snit nemen? Ik denk het niet, hè. Nee, ik doe het niet, hoor. Gaan we lekker pakken. Ik ga op klaver. Ga ik misschien wel gewoon even een hartje weggooien. Even kijken hoor. Nou, laat ik eens een troefje spelen. Eerst altijd troef trekken. Altijd troef trekken. Behalve als je eerst aan de korte kant bijvoorbeeld een introotje wil maken. Had hier wel gekund. Maar ja, weet je, ik ga eerst lekker toch voor de veiligheid kiezen. Dus ik trek eerst mijn troeven.
En dan ga ik daarna op klaveren een harten weggooien. En dan ga ik nog één ruitje troeven. Dus dan ben ik volgens mij wel wat verliezers kwijt. Deze is voor mij. Zoals je ziet, volgens mij, als ik nu goed tel, heb ik nog maar één ruitenverliezer. Kijk, ik speel een klavertje. Naar het aas. Ik ga één ruitje introeven. Oké. En dan ga ik op de klavers ga ik een hart weggooien. Kijk, daarom pakt hij meteen een harte aas. Want mijn hart te verliezen gaat nu weg. Kijk, want die harte moer. Die kan ik lekker troeven. Nou, dan zullen we nog een ruiten vrouw. En daarna gaan we kijken of ruiten 9 ook nog geslagen wordt. Ik denk het niet. Maar je weet het nooit. Nee, ik zie eruit de boer zitten. Zit mis. Dus ik zeg gehaald. Nou, mooi. Chris heeft precies hetzelfde gespeeld. Heeft ook 4 schoppen contract gemaakt. Kun je ook kijken naar de bieding. De bieding ging precies hetzelfde bij Chris als bij mij. Het 10 punten is te weinig in pas. Nu is Chris ook geen beginnende speler. Chris is echt een gevorderde speler. En daarom ook leuk tegen hem te spelen en leuk om hem te vergelijken. Hij speelt wel een ander systeem dan wat ik nu heb ingesteld. Maar... 3 klaver. Nou, 3 klaver betekent: ik heb veel klavers, maar weinig punten. Een zogenaamd preemptief bod. Je tussen de 5 en de 10 punten veel klavers. Nou, dublet. Zet ook maar een alertje erbij, dus kun je kijken wat betekent het. Een take-out, een informatiedoublet. Geeft aan partner, ik heb de andere kleuren. En ik heb best een probleempje nu. Want ik heb geen 4-kaart schoppen, geen 4-kaart harten. Ik heb wel veel ruiters, maar ja. In een ruiter zou ik wel 5 ruiters moeten bieden om de marge te halen. Ik heb wel een te mooie kaart om 3 ruiters te bieden. Ik kan wel laten zien, 3 ruiter gaat tot maximaal een puntje of 8. Ja, wat moet ik hiermee doen? Ik heb de keuze tussen 3 sans en 5 ruiten. Ja, dan ga ik toch maar 5 ruiten bieden. Ik bied niet zo snel 5 ruiten, maar door die singleton klaver ga ik het er toch op wagen. En het is wel een hele lastige keuze, dit bod. Maar ja, in principe is dublet, ik kan elke kleur verdragen. Ja, ik denk wel dat wij de marge kunnen maken als mijn partner dubleert op 3 klaver. Leuk, zo'n spannend spelletje. Want soms weet ik het ook gewoon niet. Dan moet je keuzes maken. Nou. Ja, dat valt mij een beetje tegen. En wat mij tegenvalt is dat partner een 5-kaart hart heeft. Dus ik zou hier zelf inderdaad zeker geen dublet mee hebben gezegd, maar 3 harten mee hebben geboden. En dan komen we gewoon in 4 harten. Je ziet maar weer, met een 5-kaart kun je beter volgen dan dubleren, want nu komen we een beetje lastig uit. Maar met vol goede moed ga ik verder, maar ik mis wel schoppen aas, harten aas en ik mis ruiten koning. Ja, en de kans dat ruiter koning in West zit, is heel klein. Want je ziet, daar West laat al veel te veel punten zien. Nee, eens even kijken hoor. Ja, dus ik kan ruiter aas niet meer hebben. Dus ja, dat is wel jammer. Dus moeten we maar uit en het aanspelen, hopen dat hij er maar eentje heeft, Oost.
Hoop doet leven. Ik had de hand uitgeteld. Ik weet qua West dat hij weinig punten heeft. Dus ja, als hij schoppen aas heeft, klaver koning en ook nog klaver vrouw, dan kan hij niet ook nog ruiter koning erbij hebben. Die kans laat ik dan voorbij gaan. Maar ja, we worden wel downhill gespeeld. En het zou zomaar kunnen zijn dat Chris hier in vier harten zit. Ja. Accepteren. Soms gaat dat zo. Nou, die ga ik pakken. Als hij me niet afgetroefd wordt. Zou best kunnen hoor. Nee, hij heeft geen schoppen meer. Maar we hebben nog getroffen. Dus ik claim de rest van de slagen. Maar ik ben wel eentje down. Ja, drie sans. Leuk. Ja, dat waren de twee opties. Chris kiest begrijpelijk voor drie sons. Maar als je ziet hoe dat gaat, dan zie je Klaver Koning wordt gestart. En daarna moet hij van slag met de ruiten. En dan zijn alle klavers hoog. Dus ja, dat brengt ook niks op. Zo gingen we allebei down. Nou, weer 15 punten. Lijkt weer bijna op een sons. Maar dit keer een 6 kaart ruit en een 4 kaart harten. Dus totaal geen verdeelde hand. Oeh, partner opent zelfs. Nou, dan gaan we een marge halen. Ja, weet je, ik begin gewoon met mijn langste kleur te bieden. Ik kan op twee niveau. Ik heb minimaal 10 punten nodig. Nou, die heb ik makkelijk met 15 punten. Er is ook een forcing bot. Een forcing betekent dat je partner door moet bieden. Ik zeg alleen maar, we zijn nog op zoek naar een fit. Ik heb 10 of meer punten en ik heb ruiters. Nou, partner zegt, ik heb schoppers. En je kunt ook zien. Partner heeft ten hoogste een 3-kaart harten. Want als partner een 4-kaart harten had gehad, had hij bijvoorbeeld een 5-kaart schop en een 4-kaart harten gehad, dan had hij hier wel 2 harten geboden. Maar ja, nu zit ik wel een beetje lastig met mijn systeem. Ja, het is niet zo dat ik. Ja, je moet eigenlijk voorstellen, kijk, we hebben geen schoppenfit, denk ik, of partner moet een 7 hebben, wat nog kan. En ik durf eigenlijk geen sans te bieden, want ik heb geen klaverdekking. Ik heb maar twee kleine klavertjes. Dus ja, dat is lastig. Dus ik bied nu 3 harten. Dus ik heb eerst mijn lage kleur dan mijn hoge kleur geboden. Dan geef ik een sterke hand aan met ruiters en hartes. Ja, en dan laat ik een partner kiezen. Als partner nou een klaverdekking heeft, zal die 3 sans bieden. Als die geen klaverdekking heeft en 6 kaart schoppen, zal die 3 schoppen bieden. En anders biedt hij misschien wel mijn steun, mijn ruitersteun. Dus eigenlijk is het een beetje vissen naar welke marge gaan we spelen. Ja, ik kies voor 3 sans, weet je, ik pas gewoon. Kijken of het nou beter is. Ja, spannend spelletje zo te zien weer. Want klaver start kan ik pakken. Maar ik heb schoppen aas. Klaver aas is 2. Harte aas, harte koning, harte vrouw is totaal 5. Ruiter aas en ruiter koning is 7. Maar ja, ik kan natuurlijk wel veel slagen proberen te maken door een ruitersnitje te nemen. Maar ja, het is wel gevaarlijk. Als die mis zit, krijg ik al die klavers om mijn oren. Ja, weet je, de azen zijn om koningen te vangen, toch? Ja. Uit de koning. Nou komt het moment van de waarheid straks. We gaan eruit, denk ik, snijden. Want jij hebt niet genoeg slagen. Ik kan ze niet opruimen. Ik moet ergens iets ontwikkelen. Maar ja, weet je, dat kan niet ergens veilig van slag. Oeh, ruiter 10 gooit hij bij. Ruiter 2 en dan ruiter 10. Dat is wel een beetje link. Moet ik eens eventjes nadenken. Ja, ik kan vrouw 10 sec van ruit hebben, of ik kan 10 klein hebben. Maar ik wil niet dat West aan slag komt. Ik wil alles eraan doen dat West niet aan slag komt.
Ja, dus ik ga je toch Ruiter aanspakken. Ja, hij speelt Ruiter 9, dus ik geef hiermee wel een slagje weg. Ja, ik durf het gewoon niet. Hiermee heb ik een grotere kans dat sowieso Oost aan slag komt. Het is eigenlijk een beetje veiligstellen van mijn contract. Ja, even kijken hoor. Honneurs aan de korte kant eerst. Kijk, nu speelt hij geen klaver, maar ja, nu heeft hij er geen zin in, want hij heeft nog klaver voor rouw 9 gekomen. Schoppetje. Kijk, en nu ga ik mijn slagen gewoon oprapen. Het is belangrijk wel om eigenlijk van slagen te blijven tellen in het zand. Daar ga ik nu een beetje te makkelijk aan voorbij. Maar je ziet, als we schoppen aan zijn gepakt, heb ik 5 slagen. 6, 7, 8, 9, 10 slagen. En meer kan ik er eigenlijk ook niet maken, denk ik. Maar ik zal hem even afspelen. Maar Arjen is een beetje traag vandaag. Dus ik ga toch eens even kijken of dat ik gewoon 10 slagen kan claimen. Want anders dat duurt het wel heel lang. En het harde werk hebben we gedaan. Ja, je ziet hè, het veilige spelen heeft me wel een imp gekost. Maar ja, dit kost maar 1 impie. Dus dat is niet zo erg. En als je een keer down gaat, kost het misschien wel 10 impen of zo. Noemen ze een soort veilige speelwijze. Nou, laatste handje. Tegen Chris, 12 punten, een 5-3-3-2. Nou, vanaf 12 punten mag je openen. Zeker als je een 5-kaart hebt, dus ik open met één schoppen. Dus wel maar net aan een opening. Stop, 3 schoppen, oké. Okay. Partner heeft dus een inviterende kaart. Dus dat betekent, het is geen forcing bot, hij vraagt aan mij, heb je wat over? Nou, nee hoor, ik heb niks over. Ik heb een minimale opening, dus we blijven lekker in 3 schoppen zitten. Nou, partner heeft maar 7 punten, lekker enthousiast gewonnen, maar heeft wel mooie kleuren. Ja, als ik verliezers ga tellen, tel ik eigenlijk 3 harte verliezers vanuit de lange kant van het stof. 3 harte verliezers, 1 klaververliezer, 1 ruitenverliezer. Ruiten. Dus 5. Ja, een schoppenverliezer zeker, misschien wel 2. Dus het is best wel spannend, maar ja, het kan ook de goede kant op gaan, toch? Dus ik wil. Nou, zullen we Klaver een beetje dwingen? Hopen dat hij de koning zet. Doe ik nu expres de vrouw? Ah, jammer. Ik ga nu zo snel mogelijk wel troef trekken. Je zou denken, je kan hartjes aan de korte kant introeven, dat is waar. Alleen vind ik het toch wel heel erg link dat als ik nu geen troef ga trekken en ja, ze gaan ineens mijn klavers aftroeven, vind ik het ook wel zonde. Ai. De schoppen zitten 4-0. Dat werpt een ander licht op de zaak. Oei, oei, oei. Nou, ik pak in ieder geval wel schoppen aas. Wat een leuk spelletje. Ja, nu ga ik geen schoppen meer spelen. Hij heeft al die schoppen. Hij heeft koning, vrouw, 10 van schoppen nog. Dus nu speel ik wel een hartje. Dan ga ik eens kijken of dat ik hartes in kan gaan toevoegen, want anders kost het wel geld. Ik denk dat het best een rijtje terug zal spelen. Boer. Maar ja, West moet nu wat. Nee, hij gaat mijn troef trekken. Oké. Okay. Dat mag. Het is wel vervelend, kan ik die introvers niet meer maken, maar als je nog een keer schoppen speelt, dan heb ik in ieder geval wel mijn. Oké, de schoppen is hoog geworden. Dus Arjen kiest er nu voor om een schoppenslag op te geven met koning vooral 10 van schoppen. Ja, om daarmee wel in te voorkomen dat ik 2 hartes introef. Dus per saldo is het renderend, zullen we maar zeggen. Oké. Nou. Het is prima, nu pak ik schop boer. Ja. Ik ga nu eerst de klavers vrij spelen op tafel. Ziet er een beetje gek uit. Ik had ook
Ruiten naar het aas kunnen spelen en een klaver kunnen snijden. Maar ja, dit is net zo veilig. Ik speel gewoon klaver aas, klaver boer. Dan komt de tegen op tijd wel aan de slag, maar die klaveren kan ik dan een ruit kwijt. En als hij de fout maakt om niet hard te harten te incasseren, dan maak ik nog een slag meer, maar dat verwacht ik niet. Ik ben heel benieuwd wat Chris met het spel doet. Oké, ja, dit pakt hij. Kom maar een ruitje na. Doet hij niet hoor. Nee, kijk, hier komt de ellende al harder. Ja, kan ik nog een beetje blokkeren of zo? Misschien. Nee, de rest is voor mij. Die klaver kan een ruiter weg. Dus ik kan eigenlijk claimen. Nee, ik claim wel voor 2 down. We hebben gewonnen, maar hoor. Ja, Chris ook naar gaan. Hier was geen ontkomen aan. Zo zie je maar niet alles verder kun je winnen. Dus, nee, maar goed. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga nog wel meer dingen opnemen met dit systeem wat ik nu ingesteld heb. Echt met gewoon een basis-ecosysteem. Waardoor het hopelijk nog fijner te volgen is voor iedereen en nog beter wordt in Bridge. Dus graag tot de volgende keer en de groetjes.